Dit is Trudo FM. Trudo FM. Sommige zenuwen staan al stevig gespannen hier, Joris. Zo is dat, maar het is absoluut niet nodig, Tim. Op maandag 8 februari nemen zij de macht in Sint-Truiden voor één dag helemaal over. Vandaag nog gewoon prinses Carnaval Joke Basteins en jeugdprins Jarne en jeugdprinses Febe. Welkom alle hier bij Trudo FM. Vertel eens even, hoe lang zijn jullie al actief in het carnavalsleven? Ik eigenlijk al heel lang, want toen ik 14 jaar was, heb ik voor de eerste keer meegedaan met de groep De Vikings van Brustum. Mijn eerste stoet in de stad Sint-Truiden. De tweede keer was ik 17 jaar en dan ben ik 3 jaar met de jeugd van Rukkelingen geweest. Was ook heel leuk. Dan is dat weer eventjes stilgevallen tot het vorig jaar eigenlijk en zijn we terechtgekomen bij de groep De Binken uit Sint-Truiden, waar ik me reuze geamuseerd heb en heb ik ook heel veel mensen leren kennen. Ja, en je hebt ook een jeugdprinses en een jeugdprins bij. Zijn jullie ook al zo actief in het carnavalsleven? Ja, Febe, vertel eens. Mama is bij de vrouw van de Raad van Elf. Voor het tweede jaar al. En ik ga altijd mee. En dat is wel heel fijn. En heb jij zelf ook al in een wagen gezeten of op een wagen gedanst? Vorig jaar de eerste stoet. En nu dit jaar al dadelijk jeugdprinses? Ja. Fijn? Ja, wel. Ja, en jij, Jarne? Ik ben al 3 jaar bij Zeven Geweldig. En ja, dat is wel heel plezant. Ja, 3 jaar al en nu jeugdprins geworden. Vind je het fijn? Ja, ik vind het heel tof. Waarom en wanneer hebben jullie zich precies kandidaat gesteld voor deze functie? Want het is iets waar jullie toch wel even mee bezig zijn. Ja, klopt. Eigenlijk in de loop van het vorig seizoen dat ik heb meegedaan bij De Binken, zo door alles te zien wat Prins Luc toen gedaan heeft, begon het eigenlijk al allemaal te kriebelen van, zie ik me eigenlijk wel daar ook staan? Ja, maar een vrouw tussen al die mannen. Hoe lang was het geleden dat nog een vrouw prinses Carnaval? 26 jaar. Een vrouw alleen. Dus ook wel altijd, het is een koppel ook geweest, maar effectief een vrouw alleen is 26 jaar geleden. Dus, ja, en Luc had, dat is dan natuurlijk Luc Withoffs. Ja, klopt. Had jou een beetje aangemoedigd? Ja. En dan vooral ook met een man natuurlijk. Hè. Die zei van, je moet er gewoon volledig voor gaan. En dus bij deze heb ik dat gedaan. En je ziet wel, het is zo, ben het geworden. Ja, en jullie, hebben jullie zich ook kandidaat moeten stellen? Ik wil wel graag jeugdprinses worden. Mama en papa hebben het dan besproken bij de raad. En ik vond dat wel fijn vorig jaar. Zo ben ik wel met Matthias, de jeugdprins van vorig jaar. Ik heb dat ook allemaal zo gezien en vond ik dat wel fijn. En jij, Jarne? Hetzelfde als Febe eigenlijk. Ja, vorig jaar wou ik dat ook al worden. En ja, door Matthias ben ik ook veel te weten gekomen hoe dat moet en zo van alles. Dus ja, ik denk dat het wel een heel tof jaar gaat worden. Ja, ik hoor al dat die prins en de jeugdprins het vorig jaar heel goed hebben gedaan. Dus jullie gaan dat moeten evenaren dit jaar. Ja. Een zware taak die op jullie schouders rust. Ja, maar we gaan ons best doen. We gaan er volledig voor. En allee ja, ik heb nu een jongen en een meisje bij mij. En we zijn eigenlijk gewoon het team. En we gaan ervoor als team. En dat gaat ons ook heel goed lukken, denk ik. Zeker. Waren er eigenlijk veel kandidaten? Hebben jullie daar een idee van? Daar hebben we helemaal geen idee van. Dat wordt allemaal beslist door het dagelijks bestuur van de Raad van Elf. Daar weten wij zelf niets van. Nee. Ja, jullie gaan nu ook heel wat tijd samen moeten doorbrengen. Kennen jullie elkaar eigenlijk? Febe ken ik al van vorig jaar. Jarne is nu nieuw voor mij dit jaar. Maar ja, het zijn 2 kindjes voor mij. Ik heb zo het gevoel van een mama-gevoel. En ja, ik heb hun onder mijn vleugels, wat ik zeg. En ik vraag even aan de kindjes, is ze niet te streng? Nee, ik ben heel lief. En voor jou, Jarne? Nee, ook niet. Geen een adoptiemama of een stiefmama die niet te streng is. Een plusmama. Een plusmama, ja. Zo wordt dat tegenwoordig genoemd. Ja, hoe zijn jullie verkozen eigenlijk? Weet jullie daar iets van? Hebben jullie proeven moeten doen? Of, Nee, niet bepaald. Nee. Je moet gewoon je kandidaat stellen via een brief of je gaat naar hun zelf toe. Maar proeven. Hier in de stad Sint-Truiden wordt het toch niet gedaan. Nee. En dan op een gegeven moment worden jullie verwittigd van het is zover. Jullie de zijn telefoon. Het. De telefoon gekregen? De telefoon, die. Was je erop aan het wachten, Joke? Of had je het eigenlijk verwacht? Nee, ik had het niet verwacht. Helemaal niet. Nee, helemaal niet. Toch niet als vrouw? Nee, ik had het niet verwacht. Want ja, je stelt je kandidaat en dan gaat er wel heel wat tijd overheen voor je daar antwoord op krijgt, neem ik aan. Ja. Klopt.
En dan bellen ze ineens op het onverwachts. Dan gaat er wel een hele dingen open, ja. Van, ja, eindelijk. Ja. Toch wel een droom die in vervulling gaat. Ja, toch wel. En voor jou, Jaren en Febe, hebben jullie ook een telefoon gekregen? Of heeft de mama en de papa die telefoon mama gekregen? Mama en papa. En wat hebben ze dan gezegd? Van, kom eens hier, kom eens even op de schoot zitten. We moeten jou iets vertellen. Ja, dat was wel... Ze zeiden mij dat dan... Ja, begon ik heel in één keer traan mijn ogen te krijgen... En vond ik dat wel fijn, omdat ik er zoveel had naar uitgekeken. Jij was heel blij dat je het geworden was. En jij, Jarne? Ja, mijn papa belde mij, want ja, ik was niet bij mijn papa. En ja, mijn papa vroeg zo of ik dat wil worden. En ik zei ja, heel graag. En ja, toen was ik ook heel blij. Ja, en dan krijgen jullie dat nieuws, maar dan mogen jullie dat natuurlijk nog niet vertellen. Hoe lang hebben jullie dat moeten verzwijgen en is dat eigenlijk allemaal een beetje gelukt? Dat ging heel goed. Ik had er helemaal geen problemen mee. Nee. We hebben dat, half augustus, toen hebben ze het mij verteld. En toch tot 11 november moet je het eigenlijk kunnen verzwijgen. Ja, dat zijn toch een aantal maanden natuurlijk. Ja, dat klopt. En je moet overal gaan zorgen voor je kleren. Je moet naar alles gaan. Alles zorgen voor je foto's in orde is. Je eetdag, noem maar op. Maar je moet kunnen zwijgen natuurlijk. Je moet kunnen omwindelen, hè, naar de mensen toe. Van, ja, ik kom hier voor mijn eetdag, maar ja... Waarom? Ja, jullie zijn er mee bezig, maar de buitenwereld is er dan op dat moment op dat nog niet moment, mee bezig. Hè? Jawel, de carnavalsgroepen wel. Die weten het dan wel al? Nee, die weten het niet, maar die willen het wel te weten komen. En die proberen dan te vissen en die kijken daar heel erg naar uit. En naar hun nieuwe prins, die hun stoet... nieuwsgierig allemaal, hè. Ja, en is dat bij jullie gelukt om dat te verzwijgen? Ja, bij mij wel. We hebben ook wel heel veel zenuw dan. Een aftelkalender gemaakt. Een aftelkalender gemaakt, goed. Vorig jaar dachten ze zelf al dat ik het ging worden. Maar dat was dat wel niet zo. Maar dit jaar is het wel zo. En jij, Jarne, hoe is dat bij jou gelukt? Ja, eigenlijk ook wel heel goed. Ja, normaal gezien vertel ik wel veel door. Maar nu viel het wel goed mee. Ik heb het tegen bijna niemand gezegd. Toch tegen een paar mensen? Ja, maar dat was gewoon thuis. Ah, die mogen het wel weten, natuurlijk. Ja, en dan op 11 november, ja, dan is het zover. Hè? Dan worden jullie voorgesteld. Hoe is dat verlopen? Want ik heb van die maskers gezien. Ik vond het wel heel angstaanjagend. Wie zat daaronder? Het waren toch wel Febe en Jarne, zeker? Ja. Vertel eens, en dan nog in zo'n dure auto gezeten. Ja, dat was heel tof. Ja, vertel eens, wat is er precies gebeurd? Jullie zijn dan... We hebben een cape moeten aandoen en een masker voor ons niet herkenbaar te direct te laten maken. Jullie waren een beetje misdadigers. Ja. En ja, toen we op het podium kwamen, hebben ze ons dat masker en die cape afgedaan. En ja, toen zagen ze ons. Daar waren ze. En in welke auto hebben jullie gezeten? Hebben jullie daar lang in mogen rondrijden? Dat viel niet zo lang. En ja, het was een limousine. Ik zou er ook eens graag willen inzetten. En hoe is dat bij jou gebeurd, Joke? Ja, allemaal heel spannend, hè. Zat jij ook in die limousine? Nee. Ik ben om 5 uur naar het stadhuis gegaan. En dan ben ik niet meer buiten gekomen vanaf 5 uur. Mijn beste vriendin was bij mij. Is zijn spaghetti gaan halen. We hebben ons gemakje nog een spaghetti gegeten. Dus alles zien we door. En dan op een gegeven moment zijn ze mij komen halen en ben ik naar buiten gegaan. En ik was dus verstopt in het pakje met alle ballonnen. En wat dan de jeugdprins en jeugdprinsesje hebben mogen kapotprikken, totdat ik zichtbaar was. Ja. Spannend. Heel spannend, maar het was echt een hele ontlading als je eruit komt. Het was wel zo van, eindelijk. Iedereen mag het weten. Iedereen mag het weten, hier zijn we. En, ja, hoe reageerde de omgeving? Ja, want je hebt natuurlijk familie, vrienden. Hadden ze het verwacht? Nee, eigenlijk niet. Ja, heel verbaasd eigenlijk. Zo van, waar gaat jij mee beginnen? Maar ja, nu zien ze dat ik ervoor leef. En ja, nu. Ja, ze vinden het wel tof nu. Ze zijn er helemaal bij mee nu, bij het verhaal. Ja, ja, en jullie zitten natuurlijk nog in de klas. Het vijfde studiejaar zit jij? Ja, het vijfde leerjaar. En jij, Jarne? Een tweede middelbaar. Tweede middelbaar. Tussen al die stoere jongens en die leuke meisjes. Hoe reageerden ze bij jou in de klas? Ja, niet speciaal. Ze kwamen wel heel veel proficiat wensen en zo, maar ja, niet dat ik nu zo speciaaler ben dan de rest. Je blijft gewoon de rustige jaren. Ja. En bij jou, Febe, hoe reageerden ze bij jou in de klas? Ja, bij mijn klas. Iedereen was wel blij en ze kwamen meteen proficiat zeggen.
zelfs de juffen dan van het vijfde, die kwamen dan tegen mij zeggen. En ja, dat was wel leuk. En mijn vriendin die kwam mij meteen knuffelen toen ze mij zag. Dat is ook wel lief, natuurlijk. En ja, nu komen die vervelende examens eraan. Gaat het allemaal lukken om jeugdprins en toch wel een beetje een goede student te zijn? Ja, die van mij zijn al bezig van woensdag. Maar ja, het lukt wel goed. Moet je dingen aan de kant schuiven? Of krijg je misschien een beetje voorrang in school? Nee, niet speciaal, nee. Nee, gewoon alles blijven doorgaan. En bij jou, Febe, lukt het ook op school? Beter plannen. Een beetje beter plannen. Ja. En dan, bij mij zijn de toetsen vandaag ook al begonnen. En is het gegaan vandaag? Ja, zeer gemakkelijk dus. Ah, wat verrassen. En jij zit natuurlijk niet meer op school, ook. Nee, het zou vreemd zijn, maar je werkt. Ja, je werkt wel natuurlijk. Ja, ik heb mijn eigen zaak. Ja. Ja, in Grootschalm heb ik mijn eigen kinderdagverblijf, Titi en Koe. En dat loopt prima. Ja, want we zijn eigenlijk alleen maar in het weekend dat we ermee bezig zijn. En door de week zit je gewoon in je normale leven. Alleen bij Sint-Truiden Carnaval zelf, dan zit je de week ervoor zit je wel druk bezig. Maar nu, op dit moment, is alleen maar in het weekend. Ja. En als prinses carnaval en jeugdprins en jeugdprinses hebben jullie ook hele mooie kleren. Kan je daar iets van zeggen? Van waar komen die precies? Die komen van Mazeik. In Mazeik zijn we die gaan laten maken. Maar we zijn wel apart geweest. Het is pas echt van de 8e november dat zij weten wie dat de prinses bij hun was. Voor alles een beetje toch geheim te houden voor elkaar. Dus dan zijn we ook allemaal apart opgegaan naar Mazeik voor onze kleren daar te laten maken. Ja, Jarne, ik heb gehoord dat jij een hele rustige kerel bent, maar eens als jij dat kostuum aan hebt, dan word je een andere. Vertel eens. Ja, ik voel me heel goed in dat pak. En ja, ik feest heel graag samen met Joke en Febe. Ja, het klinkt wel goed tussen jullie drie. Ja, heel goed. Ja, en jullie zullen natuurlijk als prinses carnaval en jeugdprins en jeugdprinses heel wat taken krijgen die jullie moeten vervullen. Welke zijn die taken precies? Gewoon de ambassadrice van het carnaval. Carnaval in een mooi daglicht stellen. Carnaval mooi naar buiten brengen en gewoon plezier maken. Plezier maken gewoon. Zien dat carnaval leeft in de stad Sint-Truiden. Ja, en hoogtevrees mag je ook niet hebben, denk ik. Nee, dat denk ik ook niet. We hebben er nog niet op gestaan, maar dat komt wel allemaal goed. Ja, welk gevoel ga je hebben als je daar boven op die mooie grote wagen zit? Dat een fijn gevoel, denk ik. Naar iedereen zwaaien. Iedereen kijkt naar u op. Hè. Dat is zo van, ja, ik denk het wel. Dat gaat heel leuk zijn. Maar jullie hebben nu ook al leuke dingen mogen doen. Ja, wat hebben jullie nu al gedaan en hoe is dat verlopen? We zijn al een aantal weekends naar prinsenzittingen mogen gaan. We zijn al naar carnavalbal van Geweldig is al geweest. Nu morgen is het nog het bal van de Bigaro's. Gaan de kinderen daar ook mee naartoe? Ja, gaan overal mee naartoe. Ja, ja. Ze moeten mij vergezellen, hè. En dan toch nog een beetje slapen voor toch een beetje fit te zijn, voor te leren. Ze kunnen dat, het zijn echt toppers. Het zijn toppers. Soms om 4 uur dat ze nog langs me staan, echt super. Een middagdutje doen. Dat kan ook al helpen, natuurlijk. Worden jullie eigenlijk begeleid en ondersteund in het hele gebeuren? Ja, in de Raad van 11 heeft ook ieder zijn functie. En zo heb je ook dus een grootridderprins protocol die ons ondersteunt. Ook natuurlijk de opper en de secretaris. Eigenlijk iedereen ondersteunt ons wel een beetje, maar de prinsprotocol die helpt ons in alles van waar we moeten aanwezig zijn en wat we moeten doen. Daar helpt hij ons wel mee. Wel, we gaan even afronden voor wat muziek en zo dadelijk gaan we verder met het interview met de jeugdprinses Febe, de jeugdprins Jarne en prinses Carnaval 2016, Joke Basteins. Tot zo dadelijk. Bastille en the things we lost in the fire. Wel, Joris, we zijn niks verloren in het vuur, hè? Nee, absoluut niet. Ik heb hier nog altijd hele leuke gasten bij mij. Prinses Carnaval 2016, Joke Basteins, samen met de jeugdprins en de jeugdprinses Febe en Jarne. Zo is dat. Een van jullie taken is naar de andere carnavalsbals gaan, heb ik net gehoord. Klopt. Wat moeten jullie daar precies doen? Daar doen wij gewoon een opmars samen met de Raad van 11. En dan op het podium en dan mogen wij elk ons liedje voorbrengen. Ja, ik hoor een liedje. Hebben jullie dat zelf geschreven of van waar komt dat precies? We hebben dan ene persoon in Sint-Truiden die dat doet. Dat is Willy Duwelijns, heeft mijn liedje geschreven. Moet je dan zelf meezingen ook, ja. Joke? Ja. En lukt dat? Ja. Ja, het was een plat Sint-Truidens, dus maar dat lukt wel. Als je het hoort, zit je helemaal mee. Kan je misschien een klein stukje zingen of zeggen?
dan? Wacht, het is eigenlijk eentje, het refreintje, het is heel kort. Dus van, we zingen hey, 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 we feesten hey, 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 we vieren ieder jaar, het kriebelt in ons hoor. Voilà, de rest zullen we nog wel gaan horen. En jullie, moeten jullie dan ook gaan zingen en dansen op het podium? Ja. En gaat dat zo'n beetje? Voel je je thuis op een podium? Helemaal, zegt de prinses. Ik heb al vaak moeten optreden bij dansschool. Jij bent dat gewoon. En jij, Jarne, als jonge gast, een beetje stoer doen op het podium. Gaat je dat af? Ja, soms dat liedje, maar ja, dat is wel plezant. Want jullie hebben ook een eigen liedje als jeugdprins en prinses. Welk liedje hebben jullie? Hoe noemt het nu ook weer? Hoe gaat uw liedje? Even het liedje kwijt, geen erg. Joke, jij bent de prinses carnaval. Je zei net al van ja, ik ben een beetje de mama voor hen. Moet je dan ook echt voor hun zorgen, onder je vleugels nemen? Ja, ik doe dat. Ik doe dat gewoon. Ik werk nu eenmaal elke dag bij kinderen. Ik heb zelf twee dochters. En ja, ze zijn twee kinderen voor mij. En ik kijk ook altijd waar dat ze zijn, wat ze aan het doen zijn. Is er iets leuk op til? Ik zorg altijd dat ik hun bij mij heb. En ja, het zijn mijn twee schatjes. Moet je nog brispen soms? Nee, ze zijn al twee. Nee, ze zijn flink. Ze doen hun best, echt waar. Twee toppers. Ah wel, zo horen we het graag natuurlijk. Maandag 8 februari is de grote carnavalstoet hier in Sint-Truiden. Ja. Hopelijk hebben we dan mooi weer. Hoe zal die dag er voor jullie uitzien? Druk, wordt een hele lange dag. Heb ik me al laten vertellen. Vertel eens even, wat is de planning? De planning zelf... Gaan jullie slapen al de nacht ervoor? Dat is misschien wel een belangrijke vraag. Ja, dat is vraag. Nog de vraag. Hopen van wel. Hopelijk van wel, ja. Misschien dus allemaal samen slapen. Dat kunnen we wel organiseren. Zo'n slapertijdje. Waarom niet? Het is waarschijnlijk een heel uitgebreid programma, maar dat wordt nog nader bekendgemaakt door de Raad van Elf. Maar het begint 's morgens al? Het begint 's morgens vroeg. Ja, klopt. En dan met de carnaval. Jullie zijn nog altijd de laatste wagen? Ja. Altijd de laatste wagen. We sluiten de stoet af. Wat ik mij ook altijd herinner, is de laatste wagen, die gooit het meeste... Ja, dat is de bedoeling, hè. Gaat dat ook weer zo zijn? Ik hoop het van wel, ja. Ja. We hebben toch wel heel veel... toch wat we hebben doorgenomen. En ja, er gaan heel veel verrassingen op til zijn. Dus, ja. Kan je er al iets van zeggen? Veel. Veel snoep. Leuke ballen? Heel leuke ballen. Veel leuke ballen. Voilà. Dus, iets anders. Er zijn natuurlijk werken op de Grote Markt. We kunnen er niet buiten. Die zullen op 8 februari nog niet klaar zijn of nog niet afgerond zijn. Hoe gaat het traject van de stoet zijn? Er gaat toch zeker en vast wel een stoet zijn? Ja, sowieso. Want er zijn geruchten dat het er geen stoet is. Maar er is werkelijk dus wel een stoet die doorgaat. Maar alleen het traject, daar weten wij zelf ook niets van. Dat zal aan de hand van hoe de werken op dat moment zijn, zal er beslist worden welke de route gaat zijn. Dus, maar op dit moment kunnen wij daar ook zelf niet veel van zeggen. Het ligt in de handen van het stadbestuur. Dus maar het zal uiteraard wel nog bekendgemaakt worden. Ja, natuurlijk. Sowieso. En er gaat sowieso een stoet uit. Sowieso. Het moet van de prinses. Het moet. Het zal. Iets wat natuurlijk met carnaval gepaard gaat. In overmaat is het bier drinken. Wat is jullie mening daarover? Hoort dat bij carnaval? Drink jij zelf bier als prinses carnaval? Ik kan er wel eens drinken, maar niet dat ik dat altijd drink. Ik vind gewoon met cola of met spabruis kan ik me al even goed amuseren. Daarom heb ik hier bier nodig. En zij weten dat ook. Ja, ik vind dat, want het is echt wel een mannenwereld. Want ja, er zijn al een paar... Ik nu vorige week carnavalissima... Dat ik als enigste vrouw op het podium tussen allemaal mannen, mannelijke prinsen. En ja, moet die mannetje wel kunnen staan. Zijn ze lief voor jou of is het net andersom? Ja, ze dragen niet op handen, sowieso. Sowieso. Maar ja, ik vind... je moet geen bier kunnen drinken. Helemaal niet. Nee. En de jongeren? Zij is natuurlijk nog jong. Bij hem is het zo'n beetje kantje boordje. Mag dat al, Jarne? Of toch liever een cola? Of toch liever een cola? Liever een cola, dan hou het nog maar zo. Stel dat er luisteraars zijn die zeggen van, ik wil dat ook, net zoals zij vorig jaar, zoals jij ook al had, van, ik wil dat ook worden. Ik wil ook wel eens op die grote wagen staan. Ik wil ook wel eens in de belangstelling staan, want je staat wel uiteraard in de belangstelling als prinses. Wat moeten ze daarvoor doen? Wat kunnen ze daarvoor doen? Ja, contact opnemen met de opper.
Dat is met zwak reten. En die geeft u al de verdere uitleg wat je moet doen daarvoor. Hebben ze een site, Raad van Elf? Of ja, zijn ze makkelijk bereikbaar? Ja, ze hebben een site en kunnen ook altijd terugvinden op Facebook. Ja, en dan kunnen zij natuurlijk ook Prins Carnaval worden. Een laatste vraag. En is dat hetzelfde trouwens voor de jeugdprins en de jeugdprinses? Is dat ook via de Raad van Elf? Ja, allemaal via de Raad van Elf. Zij beslissen ook. En wat is de leeftijd? Want daar hebben we het nog niet over gehad. Kan iemand van 15 ook nog jeugdprins worden? Nee, dat denk ik niet. Dat weet ik daar. Nee. Jarne zegt. Jarne zegt 13. 13, dus. Wat een geluk dat je dit jaar geworden bent. Anders. Ja. Maar te jong mogen ze ook niet zijn. Ze moeten de hele avond meedraaien. Het is toch wel zwaar ook, denk ik? Het is zwaar. Vooral voor kinderen is het redelijk zwaar. Dus ik denk, ja, maar jij waakt erover dat alles... Ik waak over dat alles vlot verloopt. Zo is dat. Nog even afwachten. Nog iets meer dan een maand. Twee maanden. Wat is jullie persoonlijke slogan voor carnaval? Wat is de slogan van Sint-Truiden en wat is jullie persoonlijke slogan? Die van Sint-Truiden is dus Carnaval Sint-Truiden 2016. Dat is eerste klas. En dan eigenlijk voor mezelf is gewoon de orde van Titi en Koe opkomen voor de kinderen. Ik vind kinderen moeten ook in de belangstelling staan voor carnaval. Die mogen ook carnaval vieren. En ja, daarmee, ik vind dat heel belangrijk, kinderen. Zo is dat ook. En jij, Febe? De orde van de Tulle van mijn dansschool. En gaat die ook meegaan met carnaval? Nee, maar ik heb wel een vriendin die soms bij mij danst en dan die wil wel eens meegaan. Ah, wel, vraag ze zeker en vast mee. Misschien mag ze ook wel op de mooie grote wagen staan. En jij, Jarne? Ja, orde van geweldig. Orde van geweldig. Een leuke slogan. Ben je geweldig, Jarne? Ja. Ik denk het wel, hè. Heel geweldig. Wel, ik vind het ook geweldig dat jullie er waren. Ze zijn nog altijd een beetje onder de indruk. Prinses Carnaval en de jeugdprins en de jeugdprinses. Dank je wel voor dit interview hier op Trudeau FM. En natuurlijk, maak er een feestje van 8 februari. En als we elkaar zien, zeker en vast eens even wuiven. Dat is goed. Dank je wel, Joke Bastijns, Febe en Jarne. Dit is Trudeau FM. Trudeau FM.